Toen ik stage liep tijdens verpleegkunde, kwam ik erachter dat ik eigenlijk meer wilde doen. En ik wilde graag verder ontwikkelen om te kijken hoe ik een grotere impact zou kunnen maken. Dus toen ben ik bestuurs- en organisatiewetenschappen gaan studeren. Zodat ik kennis zou hebben van de binnenkant van organisaties. En uiteindelijk het beste van twee werelden zou kunnen combineren. Ik voel me heel erg thuis op de VU. Ik vind docenten prettig om mee samen te werken. Je wordt serieus genomen. Je krijgt echt de kans om jezelf te ontwikkelen. Je krijgt ook echt vakken over organisatiegedrag. Dus je leert hoe beleid tot stand komt. Maar je hebt ook altijd te maken met de mensen die het beleid moeten gaan opvolgen. En dat is meer de organisatiekant. Hoe mensen het best samen kunnen werken in teams bijvoorbeeld. Wat ik altijd zeg is dat ik de nieuwe minister van Volksgezondheid ga worden. Ik studeer bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit omdat ik grotere impact wil maken op de gezondheidszorg.